Ja, Jurgen van Warrooy van harte proficiat. Een paar minuten na de wedstrijd, wat een ontlading. Ja, fantastisch. De wedstrijd was denk ik niet groot, maar er zijn vaak deze wedstrijden die zijn niet groot. Maar in ieder geval, we hebben wel groot gespeeld. We hebben gewoon als collectief we hebben het goed gedaan. Ik ben hartstikke trots op de jongens en ik ben hartstikke trots op de vereniging. Ik denk dat het wel een mooi feestje wordt hier vandaag. Heb je vannacht geslapen? Ja, eigenlijk wel. Ik lag om 10:30 in bed volgens mij. Thuis waren ze allemaal het Songfestival niet afgekeken? Nee, heb ik niet. Is niet aan mij besteed. Dus ik was vanochtend, morgen om 7:00 was ik wakker en ik heb een wedstrijdbespreking verder afgemaakt. Ik was er om 8:00 was ik al klaar voor, Peter. Ja, volgend jaar naar de eerste klasse. Een klasse van jou wel bekend. Je hebt hem best vooruit gespeeld. Maar hoe zit dat? Want, heb jij diploma's voor de eerste klasse? Je krijgt sowieso, de club die moet een jaartje dispensatie van mij aanvragen. Dan is je weer niet van mij, maar weer een jaar dispensatie. Ja, dat klopt, ze moeten maar gewoon een diploma gewoon naar mij geven en dan zijn we overal vanaf. Dat is bij spelers van het Nederlands zelf al, gewoon een diploma geven. Ja, zo ongeveer, ze moeten maar ooit eens een keer een uitzondering maken. Maar ik ben ook blij dat ik volgend jaar weer twee keer tegen Best Vooruit mag aantreden. We kijken daar echt wel naar uit, naar die wedstrijden. Wat is de grootste verdienste van dit team dit jaar, van Erp? Ja, in ieder geval, we zijn eigenlijk heel goed aan de voorbereiding begonnen. De start van de competitie was ook wel erg goed. Ja, daarna kregen we toch wat personele problemen. 3 zware blessures in een tijdsbestek van 2-3 weken. Ja, daar hebben we als ploeg echt wel op moeten vangen. En toen hebben we ook echt ook wel een moeilijke periode gehad. Alleen, vooral na de carnaval. De 11 wedstrijden na de carnaval winnen we de 9 en spelen we de 2 gelijk. Ja, daar ligt natuurlijk wel de basis voor het succes. En, terwijl je toch in het begin van het seizoen een enorme tegenvaller te verwerken kreeg met de blessure van Jury Vissers. Dat klopt, maar we hebben ze in de loop van het seizoen hebben we ze eigenlijk ook gewoon ontwikkeld. Ja, er zijn een aantal jongens vanuit het tweede elftal doorgeschoven, waar natuurlijk relatief kort bij het eerste elftal zit. Ja, dat is de verdienste van de club. Dat heeft ons wel windrijden gelegd, om het zo maar te zeggen. Jurgen, kijk dan met schuin nog om. Volgens mij is het in die hoek toch gruwelijk gezellig. Ja, dat denk ik ook. We gaan ervoor. Dankjewel, Jurgen van Warrooy. Timo van Rijden, van harte proficiat. Dat hebben we net al manueel gedaan. Met deze fantastische overwinning. Dicht verdiend, weinig op aan te merken. En met een fantastisch team, joh, kampioen geworden. Kijk er eens even op terug. Ja, ik weet niet precies hoeveel jaar geleden we gepromoveerd zijn. En zijn we naar de eerste klas gegaan en nu worden we gewoon hier kampioen. En een trainer vertelde het straks tijdens de bespreking. Die zei ook, wie had dit nog na carnaval verwacht? Dat wij 9 wedstrijden winnen en 2 gelijk spelen. En dat je dan hier kampioen wordt. Ja, dat is echt... Er komen ook veel jonge jongens, die voetballen nou ook, daarom sta ik ook wel in de wissel, maar ik word ook wat iets ouder, dus die jongens die moeten ook gewoon speelminuten krijgen. En ik heb er wel even moeite mee gehad als invaller, maar op een gegeven moment heb ik ook gedacht, ik ben belangrijk geweest voor het team. Ik heb nog alle wedstrijden ingevallen en gevoetbald, samen met Emiel van der Zanden. Wil ik volgende week ook nog gaan voetballen, heb ik alles gevoetbald, dus ja, mag eigenlijk niet klagen om een 31ste. Nou, dat gaan we zeker niet doen en zeker niet vandaag op deze prachtige dag. Ja, ik wou het net zeggen, je hebt het verhaal zelf al bepaald. Veel wissel gestaan, je liep heel vaak warm. Je hebt met de grap wel eens gezegd, ik ben de meest warm gelopen speler in deze klasse. Maar ja, toch dit kampioenschap, dat vergoedt toch alles? Nee, ja, deze, ja, ik,
ik voel het toch gewoon echt als kampioen. Ook al heb ik op de bank gezeten. Ik heb de trainer een paar gesproken. Die zei tegen mij, je bent gewoon belangrijk voor het team. Je houdt die jongens bij elkaar. Ik ben, ja, kijk, net zo'n wedstrijd heb ik al, ik ben ervaren, zeg maar. Ja, want ik ben ook wat ouder te worden. En de trainer zei, ik heb jou gewoon nodig. Alleen je voetbalt niet altijd, maar je houdt het team wel bij elkaar. Samen met Luc Barthe. Dus ja, daar heb ik even aan moeten wennen. Maar daarna is wel echt, ja, dat ik nou zie. En ik heb ook nog wel 7 doelpunten gemaakt als invaller. Dus ik mag niet klagen. Ik ben een paar keer belangrijk geweest. Dus, super, dat noemen ze super ersatz. Of we zeggen in Duitsland. Een super sub in Duitsland hebben ze dat, ja. Hey, tot slot, Erp kampioen volgend jaar in de eerste klasse. Komen toch wel spelers bij? Ook op jouw positie zag ik, hè? Dan moet je weer langer warm lopen of zeggen van, ik ga me gewoon eruit spelen, jongen, ik ga voetballen. Ik ga voetballen volgend jaar. Ik ga nog een jaar laten zien wat ik in huis heb. En ik ga laten zien aan de trainer wat ik in huis heb. En dat hij dadelijk bepaalde kwaliteit hebt waar hij niet kan ontlopen. Dus, en als het niet zo is, dan ga ik gewoon bij het tweede voetballen. Want ik heb de trainer van het tweede gesproken, die kan me ook goed gebruiken. Dus ja. Maar mijn lichaam, ik kan nog mee, dus ik heb nog nergens geen pijntjes, dus ik ga nog net zo lang vol totdat ik hou net zo lang vol totdat mijn lichaam zegt ik niet meer kan. Hé, hey, luister, ik zei net al tegen jullie trainer, het is daar in die hoek verrekte gezellig. Ik zou zeggen, maak er een leuk feestje van, ja, dan kennen ze hier in Erp en we gaan elkaar zeker nog zien. Hé, hey, hartstikke bedankt en wij zien elkaar snel weer. Ja. En dat was Duwe van der Heijden.